Jongens, welkom bij een nieuwe video. We staan hier samen met Fred in Content. Fred, jij wilde mij wat laten zien. Jij zei, Max, kom alsjeblieft hierheen. Ik wil je wat laten zien. Dus ik dacht, weet je wat, ik begin mijn video gelijk bij jou. Hoe is het met je, Fred? Wat is er aan de hand? Ja. Fred is zoals gewoonlijk weer erg spraakzaam. Jongens, welkom bij de video. Leuk dat jullie er zijn. We zijn weer in Minecraft Survival. En Fred, de robot, die wilde mij wat laten zien. Dus laten we... Waar is hij? Ik dacht dat hij hierheen ging. Huh? Fred? Fred, waar ben je? Huh? Waar was je? Hier. Nee, daar stond je helemaal niet. Wel, ik stond hier. Oh, je stond binnen. Ja, dit is mijn steenfabriek. Die is bijna af. Maar kom, laat even gezien. Ik wil weten wat je wil laten zien. Ja, ik heb iets moois gemaakt. Heeft het met je huis te maken? Want ik heb vorige aflevering je huis aan je gegeven. Ja. Daar ben ik heel benieuwd. Dan ben ik heel benieuwd, Fred. Ik ook. Jongens, misschien heeft Fred wel zijn huis eindelijk af. Oké, dus in ieder geval hier het huis van Fred. Kom hier binnen. Ik kom gezellig binnen. Ik ben zo benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Oh, my days, wat is dit? Pas op! Wat is er? Wat doe ik? Alleen op het tapijt. Ik wil niet dat de rest vies wordt. Mag ik alleen over het tapijt lopen? Ja. Oh, my days. Oké. Wat is dit? Is je bank? Een mooie bank. Wat een gezellige bank. Maar wat is dit dan? Een extra bank. Ik had de beamer geïnstalleerd van mijn oude huis, maar hij staat te ver weg, dus het beeld is niet goed. Ja, dat snap ik. Je moet even de beamer dichterbij zetten. Wat is dit? Ik kan er alleen niet echt kijken, want ik mag niet van het tapijt af. Maar dat is... Je hebt het leuk ingericht, Fred. Ziet er goed uit al. Wat is dit? Je barbecue? Dat is mijn keuken. Je keuken? Dat is al een primitieve keuken al, moet ik het zelf zeggen, Fred. Ik bedoel, je hebt letterlijk alleen een overtje. Ik woon toch maar alleen. Ja, dat klopt, dat klopt. Hey, Kom maar mee. Wat heb jij voor trap? Wat is dit voor trap? Dit is designer. Gewoon... Ja, waarom heb je niet gewoon een normale trap gemaakt? Omdat ze zeiden, dit is handig. Oh my days, jongens. Oké, weet je wat? Laten we via Fred's rare trap omhoog gaan. Dit is handig. Wat is... Kom nou. Fred. Kom nou. Fred, wat is nou? Oké. Wat is dat, jongens? Er hingen allemaal villetjes ondersteboven. Fred, wat ben je aan het doen? Dit is... Wat? Wat zijn die dingen hier beneden? Wat zag ik hier beneden nou? Dat is... Niks. Niks. Oké, jongens, ik maak me een beetje zorgen om Fred. Maar waar zijn we? Is dit je slaapkamer? Dit is de logeerkamer. Wat ligt er allemaal op de grond overal? Groen. Groen. Ja, er ligt van overal groen. Dat snap ik. Kijk, tapijt weer verder en dan... Oh, dit is jouw slaapkamer. Ik snap hem wel. Ja. Oh, wat mooi, Fred. En ook mooie outfitjes hier en daar. Ja. Ziet er goed uit. En wat hebben we hier? Is je oplader? Ja. Dan kan je aan de opladeren. Dit is je bed. Nee, logeerbed. Oh, dit is logeerbed. Wat is jouw bed dan? Die ik echt lief vind. Het is jouw bed dan? Dit. Oh, gewoon de oplader is jouw bed. Ja. En dan heb je hier een prachtig balkonnetje waar je de stad... Ik heb wel een mooi uitzicht, moet ik zeggen, hoor, over de stad vanaf Nog jouw balkon. Nog niet gezien. Er is echt oprecht een mooi uitzicht vanaf hier. Je kan veel zien. Alleen ik heb last van rook. Ja, dat snap ik. Maar dat is het industrieterrein waar je woont, hè? Dat wil ik niet. Ja, dat is helaas zo. Maar je hebt hier een raampje gecreëerd, zo. Alleen ik kan het niet echt kijken, want ik mag niet van het tapijt af. Klopt. Ziet er leuk uit, Fred. Ik ben trots op je. Ik ben blij dat je je huis hebt ingericht. Voel je al een beetje thuis ook? Of... Nee. Nee? Ik heb deze nog gevonden in een oude kist. Ik weet niet waar die vandaan komt. Deze heb je gestolen bij de bank, gek. Deze hoort bij de bank thuis. Nee. Jawel. Van mij. Oké, hij is voor jou prima. Maar Fred, eventjes terug op net. Wat in vredesnaam gebeurt hier? We gaan naar beneden. Nee, wat is dit? Nee, wat is dit, jongens? Er hangen drie villetjes ondersteboven aan kettingen. Oh... Meidees, en dit is niet goed, hoor. Dit is echt niet goed, jongens. Fred is echt met geheime dingen bezig. Hij ontvoert villetjes en zo. Wat is die allemaal aan het doen? En heb je al je buurman leren kennen, Alfred? Nee, daar wil ik het niet weer over hebben. Nee, we gaan het niet over hebben. Weet je, we noemen hem even de archeoloog. Heb je de archeoloog al leren kennen? Ik weet niet of hij al is ingetrokken in zijn museum, maar... Wat? Ja, weet je, ik ga zelf wel kijken anders, oké? Ik ook. Jij ook? Is goed. Nee, laten we ik ga even naar boven. Wat ga je doen? Slapen. Slapen? Gaat hij... Nee. Wat gaat hij doen daarboven? Hij gaat... Fred! Fred! Ik ga weg! Ik ben klaar! Ik kom hier niet meer terug! Oké. We gaan niet meer naar Fred op bezoek. Ik vind het veel te eng. Ik vind het veel te eng bij Fred op bezoek. Oh... My days. Weet je, we laten Fred even zijn ding doen, jongens. Misschien kunnen jullie uitvogelen wat Fred aan het doen is, maar laten we naar Alfred gaan. De archeoloog, misschien is dat even een leuke bezoekje dan, Fred. Het is nog steeds niet betreden vanwege de... Ah, wat is hij aan het doen? Hij is ook gewoon altijd, maakt niet uit, als ik hem nodig heb, is hij hier.
Alfred, hallo. Hey, Alfred, hoe is het? Wat ben je aan het doen? Wacht, ik kom even naar een beetje naar hem toe. Ik moet oppassen dat ik niet op de botten sta. Zo. Alfred, wat zijn we aan het doen? Oh, mijn god, ik slik me helemaal kapot. Ik ga het niet te pakken. Wat ben je aan het doen? Werken. Werken? Hoe is het met je? Ja, goed met jou. Goed. Jongens, we gaan bezoekjes aan iedereen altijd zo vreemd. Hey, heb je museum al gezien? Wat zijn we aan het doen? Ik ben een beetje ziekjes. Oh, dat heb je al eens, hè? Hey, ik zie dat je bril nog steeds niet gemaakt hebt, maar nee. Over dingen gemaakt gesproken. Ik heb het huis van Fred gemaakt, maar daarnaast heb ik jouw museum gemaakt. Je moet hem alleen nog even een interieur geven, daar ben ik niet aan begonnen. Nee. Ik weet niet of je het al gezien hebt. Ja, kom maar. Oh, je hebt het al gezien zelfs. Ja, ja zeker. Zie ik de opening is al over... geweest. De opening is al geweest? Hoezo? We moeten nog praten over het interieur, waar heb je het over? Hoezo? Oh, maar deze heeft al een interieur. Ja, natuurlijk. Oh mijn god, altijd. Ja, wacht maar even. Ik wacht even. Even kijken, hoor. Wat is dit? Wat zijn dit? Dit zijn, wauw. Wat heb je hier allemaal... Wat is dit? Is dit een showroom? Dit zijn props. Ja, props? Ja. Okay. Heb je die zelf gevonden en opgegraven? Ja, alles wat je hier ziet en ruikt en voelt... Heb ik zelf. Ik denk dat ik niet wil ruiken en helemaal niet voelen, maar ik wil wel zien gewoon. Is het al af gewoon? Is het al helemaal af? Natuurlijk. Oh mijn god. Oké, ik wil prijzen. Je hebt nog geen prijzen opgeschreven. Nee, die moet ik nog bepalen. Oh, nou wat kost het? Een ticket? Hey, de deur is er dicht. Ja, je mag niet zomaar doorlopen. Ben jij nee, dat gek? Snap ik. Dat snap ik. Maar hoe duur is één ticket? Soep. Wil je de museumtour? Soep, cake. Wat? Andere soep. Of appel. Doe maar andere soep, graag. Andere soep. Oké, is dat een pakket die ik dan krijg of zo? Oh, ja. Dan krijg je er namelijk andere soep bij. Oké. Ja, even kijken. Ja. Wil je deze? Ja, lekker. Doe maar andere soep. Is lekker, hoor. Ja, doe maar. Ik vind het goed. Lekker. Oké, dat wordt dan... Nou, weet je, ik heb een beter idee. Nou? Omdat jij mijn allereerste klant bent, mag je gratis. Ik mag gratis. Wat met de andere soep. Zeggen? Met de andere soep mag ik. Ja. Hij heet ook echt andere soep. Lekker. Mooie, unieke dingen heb je hier hangen. Dankjewel. Daar kan je volgens mij niet eens normaal aan komen. Dus ik ben benieuwd hoe Alfred daaraan kwam. Ik mooie kroonluchter heb je hangen. Ja. Wauw, prachtig. Ziet er Kom goed uit. Door. Ja, laat maar even zien. Kijk, ik heb alles aangegeven. Pijlen. Oké. Ja. Kijk. Ja, wat is dit? Wil je meteen een museumtour? Ja, vertel maar gelijk over alles wat het is. Oké, nou kijk, ik moet alle boekjes moet ik nog schrijven. Want ja, dan moet je wel meerdere bezoeken. Dus ik zal er nu even over vertellen. Ja. Dit is namelijk het ei van Gibraltar. En je zou denken dat het eigenlijk iets anders is. Het eiland van Gibraltar. Maar dit is een ei. Zonder het landgedeelte. Oké, ja, ik zie het. Het is inderdaad een prachtig ei. Ja. Die groene stippen, die wijzen. Ja? Dat wil zeggen dat die uniek is. Oh, hij ziet er heel uniek uit inderdaad. Ja. Klopt. Nou, dan gaan we door. Ja. Wat is dit? Wat hebben we hier dit achter het glas? Dit is het beroemde zaadje van... Hanni. Van wat? Van wat? Van Hanni. Beroemde zaadje van Hanni? Ja. Oké. Dus een beroemde plant uit het verre oosten. Is er nog niemand ontdekt, behalve Alfred. Nou, het ziet er mooi uit. Het ziet er echt heel mooi uit. Oh, ik zie hier ook allemaal botten en zo. Ja, dit zijn... Nou, kijk, weet je wat dit allemaal is? Dit zijn allemaal botten gevonden overal. Nee, dit komen mensen brengen naar mij, weet je wel. Dus als ik een bot een keer vind, mag ik die komen brengen. En dan ga jij hier in de vitrinekast, zet je hem. Ja. Als het wel echt een goed bot is, natuurlijk. Ja, precies. Als hij in goede staat is. Oké, mooi. Ziet er goed uit. En dit? We gaan door. Ja. Dit is het oog van Argus. Oh, het is een oog van Argus. Oké. Ja, in de vorm van een emerald. Daarom is het zo speciaal. Wauw. Mooi. Ja. Echt, het lijkt op een emerald inderdaad. Ja, ik heb hem gepoetst en echt glimt. We gaan door. En de laatste zo te zien. Ja. Dit, wat hebben we hier? Dit is een... dit zijn de uitwerpselen van een kameel. Maar wel van... niet lachen. Nee, oké, sorry. Nee. Want deze kameel... was 1000 jaar oud. Oh, dus deze uitwerpselen zijn 1000 jaar oud van de kameel. Nou ja, dat weet ik niet, want misschien was het wel zijn laatste jaar. Dus dan was hij niet zo oud. Oh, nee, oké, dat snap ik dan, natuurlijk. Wauw, mooie vitrinekastjes heb je hier. Dankjewel, dan gaan we door. En... ja, sorry. Ik praat hem nou naar. Waarom ik dat deed? Ik automatisch. Waar zijn ik heel trots op. Wat is het groot hier? Ja, hier ben ik heel erg trots op. Ja, dat is nou heb je... Waar heb je dit vandaag gehad allemaal, Alfred? Ik dacht, het is een klein gebouwtje, we krijgen een paar vitrinekastjes te zien. Maar je hebt hier gewoon ineens een mega... Wat is dit allemaal? Jemig! Ja. Er staat ook een mega
T-Rex of zo in het midden. Jezus. Klopt, ja. Gaaf, hé. Ziet er goed uit, heel al, gaaf. Hè? Ja, 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 ja. Laten kijk, zien. We beginnen hier. Ja. Dat is gewoon een creeper. Dat heb je... Hoe kom je aan het hoofd van de creeper? Nou, ik zag een keertje toen ik aan het lopen was, zag ik er een lopen. Toen pakte ik mijn zwaard en was ik gezien. Oké, okay, duidelijk. En hetzelfde en zeker hier met het skelet? Nee, die had hem gewoon laten vallen. Oh, oké. Okay. Ja, maar, aan de dit skelethoofd... Ja? Ja, die is van mijn opa. Oh! Die wilde tentoongesteld worden. Oh, hoe heette die? Al. Gewoon Al. Ja. Oké, okay, ja, het ziet er leuk uit, het hoofd van Al. Ja. Mooi, poets je hem elke dag. En wie is dit dan? Fred. Fred? Mijn oma. Oh, dat is heet Al. Jij bent vernoemd naar je opa en oma. Ja, ze heet eigenlijk Frederiek. Oh. Maar er was een af... Iedereen noemde haar altijd Fred. Oh, Frederiek, dus we hebben nog Fred. Snap... Nee, Frederiek. Oh. Oké, okay, nou dan ziet het er goed uit. Leuk, leuk dat je dus je opa en oma je tentoonstelt. Ja, het ziet er mooi uit. Ja. Nou, wat hebben we nog meer? Je hebt echt, het is mega groot hier. Het ziet er ook mooi uit, moet ik zeggen. Dank je wel. Wanneer heb je dit allemaal uitgegraven, joh? Want dit net. Was er allemaal nog niet. Net, zo net. Ja, nou ja, in de tijdsbestek van net. Dus dat kan heel lang zijn, maar ook heel kort. Dat snap ik. Maar wow, wat is het groot, hé. Mega T-Rex. Ja. Er staat daar gewoon okay. Een grote hoofd. We gaan wat door. Is dit? Ja. Nou, dit zijn stukken koraal. Ja, mooi. Ja. Maar wel heel oud. Ja, ik zie het, want ze zijn helemaal grijs en weet ik voor wat geworden. Ja. Maar hoe oud zijn deze stukken koraal? Nou, ze denken dat dit ongeveer zo'n 1300 jaar oud is. 1300 jaar, jemig. Ja. Wat zouden hier geleefd hebben in deze stad 1300 jaar geleden? Wij niet. Nee, wij niet, nee. Nee. Oké. Okay, we gaan door. Wat is dit? Zo. Dat is een beacon. Nee. Oh, nee, sorry. Ja, ook. Oh, maar... Okay. Deze beacon werd gebruikt door Julius Caesar in zijn eigen tijd. Deze is door Julius Caesar gebruikt? Ja. Jongens, je krijgt geschiedenislesje. Dit is dus de beacon van Julius Caesar. Wauw. Ja. Mooi, hè? Door. Kijk die T-Rex hier, jongens. Nee, daar kijken we nu al niet naar. Die heb je nog niet gezien. Die hebben we nog niet gezien. Nee. Dit is het beroemde kunstwerk van Pablo Picasso, maar hij heeft het nooit afgemaakt. En ik mocht het hebben. Wat houdt het in? Nou, gewoon hoe ik het zeg, kunstwerk die hij nooit heeft afgemaakt. Oh, wauw, hé. Heel leuk. Echt, het is leuk om al die informatie vooral te weten over... Ja. Wie had het gemaakt? Pablo Picasso? Ja, maar zijn kwast brak af, dus hij is nooit meer doorgegaan. Oké. Okay. En nu? Door. Wow, wat is dit, hé? Lijkt wel dit is een ding van... ja, ik wou net zeggen, Dum Dum van Night of the Museum lijkt het op. Dat is hem ook. Daar heb ik hem ook naar vernoemd. Oh, Dum Dum en hij wil kauwgom. Hij wil kauwgom. Hebben we kauwgom voor hem? Ik heb soep. Misschien dat hij andere soep lekker vindt. Nee. Nee, trouwens, klopt. Nee. Goed. Deze is opgegraven op Paaseiland. Op Paaseiland? Opgegraven? Staan die niet gewoon op het Paaseiland? Jawel. Maar deze niet. Oh, deze niet. Oké. Okay. Deze lag. Kan je trouwens wel wat zien met je bril binnen? Ja. Nou, weet je, daar kan ik niks op tegen inbrengen. Nee. Nou, mooi Dum-Dum. Ziet er goed uit. Ja, we gaan door. We gaan door. Wat is dit? Dit. Is... Wat is dit ook alweer? Ja, geen idee. Wacht even. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen al? Wacht nou even, ik ben even aan het lezen. Ik wacht even. Even aan het lezen wat die staat, wat het ook weer is. Hij is het gewoon vergeten. Die Alfred is gewoon aan het lezen. Alfred, weet je niet meer wat het is? Jawel. Je hebt het is toch voor jou? Het is toch jouw museum dit? Ja, klopt. Ik heb hem ook net pas opgehangen. Hij is pas net een weekje oud. Oh, maar Alfred... Ik weet het weer. Oh, je weet het weer. Ja. Ja. Jongen. Dit is de allereerste optische illusie van de hele planeet. Oh, en wat is die illusie dan? Je weet niet of die vooruit loopt of achteruit. Of naar je toe of ver weg. Nu je het zegt, inderdaad. Je kan niet zien of hij naar je toe loopt of dat hij wegloopt. Ja. Wauw, ja. Je hebt en gelijk, weet je wie je hebt gemaakt? Nou? Ja, weet ik veel. Van jou. Oh ja, weet ik heb ook hem niet. Gevonden. Jouw museum. Nee. Goed, door. Wie, wat is dit? Dit is... Peter Pan. Nee. Oh. Dit is gewoon vanuit het sprookje Pinocchio. Pinocchio, oh. Mijn favoriete sprookje. Oh, maar het is helemaal geen antiek stuk of zo. Nee. Vond gewoon leuk. Oh, nou mooi. Ja, door. Nou, wat is dit? Het is leeg nog. Nee. Oh. Dit is... Nee, grapje, dit is wel leeg. Ik kan het zeggen, dit moet je nog opvullen volgens mij. Ja, wat wil je hier plaatsen? Nou, ik denk mijn nieuwe stukken en een nieuwe dingen allemaal. Maar, als ik dan gewoon... maar dat moet je nog opgraven natuurlijk allemaal. Ja, precies. Tot die tijd noem ik het de eeuwige diepte. Dit is de eeuwige diepte? Ja. Totdat je het op hebt gevuld met nieuwe dingen. Dus stel, ik vind wat, dan kan je het misschien hier tentoonstellen.
Ja, misschien wel, maar dan moet het wel goed zijn. En, je wil weglopen, maar je hebt het meest grote pronkstuk hier in het midden. Er staat een mega T-Rex, man. Daar heb je nog niks over verteld. Kijk dit dan. Ja. Dit vind ik echt heel cool. Ik vind die T-Rex vind ik echt heel gaaf. Sorry, ik ga even op je dingen staan hier. Pas je wel op? Ja, ik pas op. Geen zorgen. Wauw, hoe kom je hier aan, Alfred? Opgegraven en zorgvuldig in elkaar gezet. Je hebt hem zelf zorgvuldig weer hier in elkaar gezet. Wauw, hé. Ja. Mooi. Echt heel cool. Mooi, hoe heet hij? Wat is het überhaupt? Gewoon een T-Rex? Ja. Heeft hij ook een naam? Want ik zie dat bordje hier, heeft hij nog geen naam. Je moet wel je bordjes nog allemaal invullen, Alfred. Ja, dat klopt. Maar ik was ook nog niet klaar. Oh. Ja. Maar heeft hij wel een naam? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar het is wel het pronkstuk van mijn museum. Ja, het is wel echt het pronk. Misschien niet een pronk. Pronk. Dat is een goede naam, ja. Ja? Ja. Oké, nou dan zou ik een pronk noemen als ik jou was. Ja. Nou, leuk museum, Alfred. Ziet er goed uit. En wat is de stijl? Een beetje Egyptisch of zo, hoe je het hebt ingericht, of? Ja, ik ben namelijk 6 jaar in Egypte geweest. Oh, daar ben je haar verloren, of? Pardon. Sorry. Sorry. Goed. We gaan sluiten. We gaan sluiten, maar ik heb mijn soepje nog niet eens op. Alfred, ik heb mijn soepje nog niet op. Hey, hallo! Alfred! Je hebt me opgesloten! Alfred! Kijken. Zo. Hij heeft een zombieprobleem. Ik hoor monsters. Alfred, Alfred, niet afsluiten. Hallo! Hallo! Ik kan eindelijk 1 bezoeken. Dat is toch wel mooi, hè? Ja, ik ben je enige bezoeker, maar alsjeblieft, Alfred. Nee, jongens, hij heeft me opgesloten. Ach, gelukkig is deze deur nog open. Dan heb ik tenminste nog een grote ruimte. Ik zit oprecht opgesloten. Ik kan de deur wel hakken, maar ik wil Alfred's museum niet slopen. En ik... Alfred, moet ik nou echt je deur gaan slopen? Is dat het? Oh, jongens, laten we op zijn minst dan even mijn andere soepje eten. Dan hebben we die nog tenminste gebruikt. We hebben gratis ticket gehad in het museum. Alleen nu zitten we ook nog eens vast. Hallo, nou, hier. Graag, de taartmuseum. Taartmuseum? Wacht, Fred is er. Wacht. Ja, dankjewel. Fred. Hé, hey, ik zit opgesloten. Help me alsjeblieft. Wat? Ik zit opgesloten. Help me alsjeblieft. Ik wil kijken bij dit stomme museum van mijn naamgenoot. Ja, dat snap ik, maar... Je moet de deur even open doen. Alfred, dus hij heeft al afgesloten. Hij is al weg. Echt waar? Ja, je moet de deur erachter zit volgens mij een hendel. Die gebruikte hij net. Hier. Ja, volgens mij wel. Oh, dankjewel, Fred. Oh, ik zat opgesloten. Hé, maar het is wel een mooi museum, hoor. En er is ook iets... vernoemd. Ja! Nee, niet vernoemd. Wat? Wat is er? Oh, het is groen. Wauw. Die is mooi, hè? Zo dan. Die is prachtig, inderdaad. Ja, ik weet het. Die is echt mega mooi, inderdaad. Maar kijk, Fred. Weet je wat leuk is? Weet je hoe dit hoofd hier heet? Nou. Fred. Gutver. Wat doe je? Groen. Hij spuugt er. Nou, weet je. Groen. Oh, Fred, ga jij lekker van het museum genieten? Ik ga er vandoor, oké? Fred? Ja? Geniet van het museum. Jij ook. Ja, heb ik al gedaan. Nou, jongens, Fred gaat lekker van zijn museum genieten. Ik hou de deur even open, dan is hij niet opgesloten. Vond de groene dingen mooi. Maar, oh wacht, misschien kunnen wij nu even spieken in het huis van Fred. Oh, mijn eten. Waar is mijn eten? Mijn eten is op. Ik laat even snel wat eten pakken. Gaan we even heel even snel inbreken in Fred's huis. Oh, ik heb geen eten meer. Alleen die 3, maar die mag ik niet eten. Oh, dit is een probleem. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon zonder eten. Gaan we even snel kijken. Wat is Fred allemaal op die bovenste verdieping aan het doen, jongens? Oké, dan gaan we over het groen lopen, want hij wil niet dat de rest vies wordt. Zo. Wat is Fred aan het doen, hé? Er hangen hier 3 villetjes. Hoofden liggen erachter en boekjes. Heeft hij hier een deur? Oh, maar daar kom ik niet in. Oké, jongens, dit gaan we even onthouden. Hij heeft 3 villetjes, een creeper, een zombiehoofd en boekjes erbij. Ik ben benieuwd wat dat allemaal betekent en wat Fred allemaal van plan is. Hij heeft nog steeds volgens mij geheugenverlies. Dus misschien dat er iets raars gaande is met hem. Martin, waar kom jij vandaan? Hier, Martin. Jij kwam uit het museum, Martin. Ja. Yeah. Wat doe jij? Je kwam uit het museum. Ja. Yeah. Ik heb je helemaal niet gezien. Ik kom er letterlijk net uit. Nou, en ik kom er ook nu uit. Ja, maar wat? Je maakt niet uit. Heb je al gehoord dat Jan terug is? Ja, zeker. Maar ik ben ook niet zo blij. Wat dan? Nou, dat zal ik je fijn uitleggen. Nou, dat is haar fijn uit. Weet je, wacht, dan gaan we even naar het boerengebied, want ik vind het ongemakkelijk om jou hier te spreken. Dat is heel raar of zo. Kijk je nou, zijn we aan het springen? Wat doe je? Zo, mijn nies is weg. Huh? Oké, weet je, we gaan daarheen. A few moments later. En daar is dus de reden dat ze zeggen, je niet gaat weg. Ah, nu snap ik waarom je dus aan het springen was de hele tijd. Ik snap het helemaal niet. Precies, ja. Ja, ze zeggen, maar, ja, goed. Dit is een probleem waar ik een roepen heb, ja. Ja, ik wou zeggen, die boer Jan is neergestort met de vliegtuig. Ik heb het gisteren allemaal al, heb ik hem geholpen met zijn spullen terugzoeken. Hij is in ieder geval weer thuis. Hij zal waarschijnlijk nog ergens bezig zijn of zo. Yeah. Maar even heel belangrijk. Heb je wat brood voor me, want ik heb trek. Oh ja, hier.
Oh, top, dankjewel. Ik heb altijd broer, hè. Een boer is geen boer zonder broer. Nee, dat snap ik. En heb je al gezien dat het veld gevuld is met graan? Ja, yeah, maar dat is al lang. Dat is niet meer belangrijk. Wat nee, nu belangrijk is dat hier kerosine lekt op mijn graan. Kerosine lekt op je graan. Dat is een probleem natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat een probleem. Dat is niet goed voor de graan. Dat is niet goed voor de beesten. Nee, dat goh, zou jij zeggen. Wat gaan we er tegen doen? Wat willen we doen? Ja. Dat moet jij zijn. Moet ik zeggen? Ja, ik zou zeggen het vuur uitslaan en blussen en het vliegtuig opruimen. Het vliegtuig opruimen? Nee, helemaal geen zin. Ja, wat wil je dan met het vliegtuig laten staan hier gewoon? Nee. Wat dan? Maar dat moet nooit gebeurd zien. Ja, dat kan nu toch niet meer. Dit is Boer Jan, die is neergestort. Ja, hoe kan dat nou? Ja, en waar is die piloot? Hij was de piloot. Hij was aan tinderen en hij was de piloot. Hij zei dat hij aan tinderen was tijdens het vliegen. En toen is hij neergestort. En Boerjan was zelf de piloot. Ja, Boerjan was zelf de piloot. Dus dat is het ding. Dat was zijn privévliegtuigje. En hij was aan tinderen en toen is hij neergestort. Ja, dat was het verhaal wat hij vertelde. Maar er zit wanneer... Hij kan toch niet zelf vliegen? Ja, dat zeg ik dus ook. En dit is het resultaat. Kijk die boom daar. Daar is hij tegen aangeknald. Ja, dat vond ik toch wel een lelijke boom. Ja, dat is het probleem niet. Het is maar ik gewoon... snap niet, waar had hij dan willen landen? Dat weet ik ook niet. Hij zei, ja, hij wilde niet in de oceaan landen, dus toen is hij maar hierheen gevlogen. Goh, zij is helemaal moe van die vent, zeg. Ja, ga jij anders even een goed woordje met hem spreken, oké? Okay? Ja, dan ga ik zeker doen. Allemaal op. Maar jij krijgt nog van mij te horen. Hier heb je nog een broodje. Dankjewel voor het broodje. Je krijgt nog van me te horen. Ja, nee, u krijgt van mij een hoorn. Ja, en jij van mij, want dat is wel beleefd als ik terugreageer. Nou jongens, dit moeten we eigenlijk even opruimen. Maar daar hebben we helaas vandaag geen tijd meer voor. Dus dat gaan we gelijk als eerste doen. De volgende aflevering waarschijnlijk. Dat is een van de eerste dingen. Wil ik dan even het vliegtuig opruimen waar Jan mee is neergestort. Want er ligt overal vuur en brokstukken en zo. Niet heel handig natuurlijk. Maar voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Reageer even. Alfred, je hebt een heel mooi museum. Groetjes en dan jouw naam als je nu nog steeds de video kijkt. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hier is Boer Jan neergestort met zijn vliegtuig. Vroeg je nou af waar we het net over hadden, moet je zeker deze video even kijken. Snap je het weer helemaal? En nu spreek ik later. Ga zo hard, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yeah!